Ja, dus de behoefte aan het grondstof die zal alleen maar stijgen. Als landen als China, India, maar ook landen als Brazilië en dergelijke zich ontwikkelen. Die willen ook die mobiele telefoontjes, die willen ook al die grondstoffen, die willen ook de olie hebben, die willen ook in de auto rijden. Dus ja, daar gaat een steeds grotere strijd om plaatsvinden. Gaat het om landen zoals Nederland, maar die dan vaak in Afrika zitten, die heel veel olie hebben, of heel veel gas hebben, of diamanten hebben. En de meeste van die landen gaat het afgrijzelijk mee. Hebben slechte economische ontwikkelingen, vaak hebben ze oorlogen. En eigenlijk is het verhaal om uit te leggen waarom dat nou zo is. Nou, er zijn een aantal redenen voor. De eerste reden die men altijd noemt, is dat heet dan de Dutch disease, de Hollandse ziekte. Dat dan die landen heel erg slecht kunnen concurreren op internationale markten. Want ze moeten al die olie verkopen, hun munt wordt erg duur en de hele industrie die gaat op de gat liggen. Dus de traded sectoren, zoals we dat noemen, de handelssectoren, die gaan plat. En daar is geen economische activiteit en dat is het funest voor de groei in de economische ontwikkeling. Dus in feite wat 30 jaar lang gebeurd is in Nigeria, dat helemaal plat geweest is qua inkomen per capita, 30 jaar lang niet gegroeid. En als je dat vergelijkt met landen zonder grondstoffen, vaak in Zuidoost-Azië, die hebben soms wel procentenpunten groei gehad. En die zijn 30 jaar later vele keren rijker. Nou is het ook zo dat vaak komt niet alleen door die Dutch disease, maar eigenlijk ook gewoon doordat politici een beetje stom worden. Dus er zijn er voorbeelden van spooksteden. Daar bijvoorbeeld in Angola, waar allemaal appartementen gebouwd zijn van 2 ton per stuk, waar het gros van de bevolking al minder dan $1 per dag heeft. Wat voor idioot bedenkt dat? We kennen in Kazachstan, dat heeft heel veel gas. Die hebben daar ook gigantische, prachtige kantoorkolossen gebouwd voor allemaal brain parks. Maar ja, dat is natuurlijk niks geworden. En die worden nu gewoon gebruikt voor de opslag van appels. Niet computers, gewoon appels. Want dat is een hele grote appelproducent. Dus tweede reden is eigenlijk gewoon dat mensen gewoon heel dom worden, heel kortzichtig. En een derde reden is dat er gewoon heel veel corruptie is. Dat zien we dan als je dan kijkt bijvoorbeeld naar 2 eilanden, Principe de Togo en Kaapverde. De ene heeft veel olie gekregen en Kaapverde juist niet. En dan zie je gewoon dat met die olie erbij, en verder de rest van die landen precies hetzelfde, dus een beetje als Noord-Korea en Zuid-Korea, dan zie je dat degene die de olie krijgt, heb je veel meer corruptie, veel meer in de procurement heet dat dan, dus als je dan gaat in het aanleggen van wegen voor de gemeente, voor het Rijk, of het aanleggen van overheidsopdrachten, dat daar heel veel corruptie plaatsvindt. Dus we zien gewoon dat grondstoffen corrupteren. Dus de vraag, en dan het allerbelangrijkste is, dat veel van die landen krijgen natuurlijk heel grote oorlogen. We hebben allemaal mobieltjes. Die mobieltjes hebben mineralen erin. Maar dus gewoon door onze multinationals worden er allerlei guerrilla groups, die worden gewoon betaald om elkaar de harsjes in te slaan. Er zijn duizenden en soms miljoenen doden. Als het gevolg van die grondstoffen. Dus de meeste oorlogen in de wereld, die gaan eigenlijk niet om iets principieels, maar die gaan meestal om iets, wel een soort onrechtvaardigheid. Of soms ook wel gewoon om een pure gulzigheid dat ze die grondstoffen willen hebben, maar meestal toch over een conflict om grondstoffen. Dat zien we ook, omdat waar grondstoffen, zeg bijvoorbeeld olie of mineralen, heel dicht bij grenzen zitten, dat daar oorlog veel sneller uitbreekt. Darfur, Zuid-Sudan. En dat ook van die grenzen, die zijn ook endogeen. Die worden zelf nog aangepast op een manier dat die grondstoffen net binnen hun landgrenzen zitten. En dat nodigt dan weer een oorlog uit daarna. Dus die landen moeten dan die grondstoffen onder de grond, kapitaal, omzetten in kapitaal boven de grond. Dat is onderwijs, goede infrastructuur en dergelijke. Dus sommige landen doen dat goed. Dus het goed voorbeeld daarvan is Botswana. Botswana is de groeitijger van Afrika. Is hetzelfde als Nigeria, maar hij heeft 8% per jaar gegroeid. Botswana is heel rijk. Nigeria is een leuk land om te wonen, maar het heeft het slecht gedaan.